Ze heeft zo ongeveer alles gezien. Ze is dan ook overal geweest. Ze heeft ze allemaal ontmoet, de gastheren en gastvrouwen die haar de afgelopen 30 jaar op haar zwerftocht door de wereld hebben begeleid. Koningin Juliana, globetrotter, met bijna altijd naast haar prins Bernard, haar man met zijn glimlach, zijn anjer en zijn camera. Dit verhaal gaat over die globetrotter Juliana, een wilskrachtige, energieke, ijzersterke vrouw die in deze 30 jaar bijna net zoveel staatsbezoeken heeft afgelegd. Voor wie geen tocht te ver en geen berg te hoog was. Staatsbezoeken, een vermoeiende, maar aan de andere kant ook weer boeiende aangelegenheid. Vermoeiend vanwege de verplichtingen, de ontvangsten, de diners. En altijd maar praten, altijd luisteren, altijd opgewekt en vriendelijk zijn. Maar boeiend omdat er toch ook weer zoveel interessante dingen gebeuren. Onverwachte voorvallen. Omdat Indianen zoveel anders zijn dan lappen en Senegalezen weer anders dan Mexicanen. Globetrotter Juliana kijkt terug naar een serie indrukwekkende reizen. Laten we met haar meekijken. Het begon in 1950, nauwelijks 2 jaar na haar ambtsaanvaarding. Parijs was het eerste reisdoel en de gastheren waren in die dagen president Auriol en premier Georges Bidault. Een jonge, stralende koningin genoot met volle teugen van de spontaniteit waarmee een feestelijk uitgedost Parijs het Nederlands vorstenpaar welkom heette. Juliana's eerste reis als koningin met in haar gevolg meester Stikker, in die dagen minister van Buitenlandse Zaken. Het is gebruikelijk dat tijdens staatsbezoeken de ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar van gedachten wisselen. Minister Luns heeft wat dat betreft een vrijwel onaantastbaar record van 10 reizen. Maar hij was dan ook 16 jaar lang in functie. Jaar later zouden koningin Juliana en Parijs elkaar terugzien. Maar er was wel iets veranderd. De Champs-Élysées en de Arc de Triomphe leken op het eerste gezicht alles bij het oude te hebben gelaten. Maar de make-up was frisser, moderner. En er was een andere gastheer, president Pompidou. Ook hij begeleidde koningin en prins naar de plaats waar talloze staatshoofden hen waren voorgegaan, het graf van de onbekende soldaat. Terug naar de 50er jaren. Engeland stond op het programma. De reis ernaartoe ging per schip en wel met de Jacob van Heemskerk van de Koninklijke Marine. De overtocht naar Dover duurde maar liefst 16 uur en het spookte die novemberdag in 1950 behoorlijk op de Noordzee. Het koninklijk paar werd op Victoria Station in Londen begroet door koning George VI, koningin Elizabeth en hun dochters, de prinsessen Elizabeth en Margaret. Later begaven ze zich op weg naar Buckingham Palace, waar ze enkele dagen logeerden. Net als in 1950 werd 22 jaar later ook Engeland op het programma geplaatst. Het draaiboek zag er toen volledig anders uit. Geen oorlogsschip, maar een vliegtuig om de oversteek te maken. En daarna, volgens goede Britse traditie, een feestelijke, kleurrijke intocht met herauten te paard. Einddoel van het bezoek aan Engeland, dat later nog zou worden uitgebreid met een tocht naar Schotland, was deze keer Windsor Castle. Samen met koningin Elizabeth reed de koningin per calèche naar het oude, beroemde kasteel. En dit is het gebruikelijke beeld op alle reizen. Een officieel ontvangst,
vriendelijk kijken en vooral handen schudden. Veel handen. Een opmerkelijk gebeuren. Koningin Juliana spreekt de pers toe voor ze in 1952 haar grote reis gaat maken naar de Verenigde Staten. Daar zijn we nu op weg naar Amerika en we verheugen er ons bijzonder op. Want ik geloof dat het heel nuttig is, al deze contacten tussen verschillende volkeren. We maken een lange reis door de Verenigde Staten en we zien een heleboel verschillende steden en orde. En als ik terugkom heb ik het gevoel, dan zal ik veel kunnen vertellen. Ja, geloof ik dat Juliana zo later veel over deze reis kunnen vertellen. Bijvoorbeeld over Washington, de hoofdstad, waar ze het eerst naartoe ging. In navolging van haar moeder, koningin Wilhelmina, bezocht ze het Capitol, waar ze een toespraak hield tot de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. America does not want to stand alone. And I know she does not. I feel that she not only likes to give her help to others, but that she also counts on their support. The Netherlands can give you that support. The Netherlands can give you that support. In your eyes, perhaps a small amount in the form of goods or money, but much in the form of goodwill. New York ontving de koningin en de prins op uitbundige wijze. De Ticket Tape Parade werd één groot feest. De Amerikaanse reis werd overal een groot succes. Of het nu Florida was, Philadelphia, Chicago of Holland, Michigan. Er was overal echte hartelijkheid en gastvrijheid. Maar ja, een echte koningin is in Amerika geen alledaagse verschijning. Dat gold ook voor Hollywood, waar de opnamen voor de film Mayflower werden stopgezet. Regisseur Cecil B. DeMille wilde ook best met Juliana even aan de andere kant van de camera. Na Noorwegen en Denemarken was Zweden aan de beurt. De kalender wees toen mei 1957 en Stockholm was het reisdoel. De gastheer heette koning Gustav VI Adolf. Het werd een kort bezoek van maar enkele dagen. Voor de logeerpartij in het Koninklijk Paleis moest eerst worden gevaren. Voor die overtocht was een prima schip in huis. De Koningssloep, bemand met maten met maatgevoel. Ethiopië zou het eerste van een groot aantal Afrikaanse landen worden die op het reisschema terechtkwamen van de vorstelijke globetrotter. Koningin Juliana leek een voorkeur te hebben voor het zwarte werelddeel. Later vinden we haar nog terug in Tunesië, Ivoorkust, Liberië, Senegal en Tanzania. Maar nu eerst Ethiopië. In de historische stad Aksum, waar eigenlijk de geschiedenis van het land begon, werden koningin en prins begroet door de priesters van de Koptische kerk. Laibela was het volgende reisdoel. Hier in het hoog in de bergen gelegen oude dorp zorgen de priesters, getooid met kronen van goud en zilver, voor een hartelijk welkom.
De koningin, maar ook de keizerlijke gastheer, krijgen de prachtigste geschenken aangeboden van de Koptische priesters. Op deze plaats leefde in vroege tijden koning Lalibela, die een wereldwonder uit de 12e eeuw voltooide om uit de rotsen kerken te laten houden. Op deze uiterst vermoeiende tocht liep de koningin door de spelonken van de rotsen naar die kerken. De temperatuur steeg van 30 tot 35 graden. Maar de koningin zou niet opgeven. Overal waar we haar ook later nog in excursies of in dagtochten tegenkomen, neemt zij het initiatief en bepaalt zij het tempo. Hier is weer zo'n voorbeeld van het vaak indrukwekkende uithoudingsvermogen van koningin Juliana. Ze wilde per se naar de beroemde watervallen van de Blauwe Nijl. Maar dan moet daarvoor wel stevig worden geklommen. Welnu, dat was voor de koningin weer geen probleem. Het gezelschap ging moeizaam omhoog. Maar dat zou de enige voorwaarde zijn om van het schitterende, werkelijk unieke uitzicht te kunnen genieten. En wie was er ook deze keer weer het eerst boven? Inderdaad, globetrotter Juliana. De moeite en inspanning werd ruimschoots beloond. Het panorama was van een ongekende schoonheid. Met donderend geweld stort het water van de Blauwe Nijl in de afgrond. Deze watervallen, bekend als de Tisiseldwaterval, heeft op het koninklijk paar en alle anderen in het gezelschap diepe indruk gemaakt. En tenslotte, afscheid van een fantastisch land en een hartelijke handdruk van keizer, still going strong, Haile Selassie. Van Ethiopië naar Thailand is niet zo'n enorme afstand, maar we draaien er wel even de klok terug. Het land van koning Bhumibol en koningin Sirikit was al een jaar of wat eerder aan de beurt. Hier de gebruikelijke ontvangst met een galadiner en een nuttig cadeau in deze streken, een waaier. Tot de grote attracties van Thailand behoort de demonstratie van olifanten bij het bomentransport. Teakhout is een van de belangrijkste producten van het land. Het wegslepen van de boomstammen is in de loop der tijden de traditionele taak en het dagelijks werk geworden van de sterkste inwoners, de Jumbo's. Ze hebben voor de gasten uit Holland hun siesta opgeofferd. Olifanten kunnen namelijk moeilijk tegen de hitte. En normaal werken ze alleen in de vroege ochtend. Maar goed, voor hoog bezoek doe je wel eens wat. Deseo ahora decirle a usted
a la señora de López Mateo y al pueblo de México la felicidad que sentimos de encontrarnos en este grande y hermoso país. ¡Viva México! In Mexico is er niet veel nodig om de zaak aan de gang te krijgen. De koningin had dat goed begrepen toen ze er in 1964 was. Als ik dus eens begin om ze in het Spaans toe te spreken, ben ik een eind op de goede weg, moet ze hebben gedacht. Ja, en wat te denken van dit geweldige feest dat de inwoners van Mexico City vervolgens voor Juliana en waarschijnlijk ook een beetje voor zichzelf hebben gebouwd. Caballeros, Amazones en een vracht aan bloemen. Kortom, kijkt u zelf hoe Mexicanen denken over een officiële ontvangst. Een portie cultuur meenemen uit Mexico is eigenlijk een logisch gevolg van een bezoek aan dit unieke land. Hier zien we de koningin en de prins bij de befaamde piramide van Teotihuacan, de piramide van de zon en de maan, monumenten van pre-klassieke architectuur van de Indianen. De enige reis in al die 30 jaren van staatsbezoeken die koningin Juliana alleen maakte, was in 1971 toen zij in juli 2 dagen in Luxemburg verbleef. Prins Bernhard moest wegens ziekte thuisblijven en zodoende moest Globetrotter Juliana deze keer alleen het vaderland vertegenwoordigen. Een vreedzame demonstratie. Zo mag men dit mini-incidentje wel noemen toen betogers in Bonn een bord toonden waarop ze aandacht vroegen voor de 3 in Breda. Verder ging het allemaal uitermate rustig toe tijdens deze reis naar de West-Duitse Bondsrepubliek. Een ontvangst op het stadhuis, enkele geschenken zoals de gouden sleutel van de stad Bonn en verder de gebruikelijke zaken als officieel kennismaken en officieel eten. Later zou ook Hamburg nog op het programma voorkomen. Het jaar 1971 luidde een lange reeks van staatsbezoeken in en wel 10 in 3 jaar tijds. 3 in 71, 3 in 72 en liefst 4 in 74. Blijven we eerst even in 1971. Dat was het jaar van de grote reis naar Indonesië. Met, hoe kan het anders, een tocht naar een van de 7 wereldwonderen, de Borobudur. Voor de prins had dit bezoek nog eens extra bijzondere betekenis. Hij namelijk is een van de grote stuwende krachten achter het internationale initiatief om de zwaar gehavende monumentale tempel in oude glorie te herstellen. Het bouwwerk stamt uit de 9e eeuw. Het is geen boeddhistische tempel, maar een zogenaamde stupa. De piramide heeft aan 4 zijden trappen en op weg naar boven passeert men 9 rijen van terrassen. Door de gaten in het bouwwerk kan men de stenen boeddha's in de nissen zien. Men kan ze ook aanraken, maar dat kost enige moeite. Als dat lukt,
mag men een wens doen die dan ook onmiddellijk volgens de legende in vervulling gaat. De koningin deed een poging, maar heeft nooit verteld of het is gelukt. Oversteken naar het idyllische Bali betekende voor globetrotter Juliana nieuwe vermoeienissen en krachtsinspanning. Ook hier weer een enorme klauterpartij van 52 treden om een goede indruk te krijgen van de moedertempel, de Pura Besaki, tegen de helling van de Gunung Agung. De tempel is gewijd aan de goden Vishnu, Brahma en Shiva. Bali, het land van de danseressen en de dansers. Artisticiteit, gratie en souplesse letterlijk tot in de vingertoppen. Op 5-jarige leeftijd gaan de kinderen al op les om de religieus folkloristische dansen te leren. En als ze niet naar les gaan, dan leren ze het wel van hun ouders. In Tunesië staat de grootste Mohammedaanse moskee van Noord-Afrika. Reden genoeg voor globetrotter Juliana om daarvoor naar regel en traditie de schoenen uit te trekken. Kairouan is de stad waarop de koninklijk bezoek zich in eerste instantie concentreerde. Alhoewel, de kasbah van Tunis werd natuurlijk ook niet overgeslagen. La particularité de cette façade où se trouve le mihrab, c'est que elle est. Zeer indrukwekkend werd de tocht naar Carthago, te oordelen naar de reacties. In de oude Romeinse nederzetting werden de opgravingen en ruïnes met aandacht bekeken. En de prins zag het allemaal voor een groot deel door het oog van zijn camera. Carthago moet voor de verwoesting een wonderschone stad zijn geweest. De sporen duiden daar duidelijk op. De restanten, de nog bestaande ruïnes, worden met grote zorg geconserveerd en trekken jaarlijks ontelbare hoeveelheden toeristen. Zo voelde het koninklijk gezelschap zich ook op deze dag van inspanning en vermoeienis. Maar goed, daarop is de koningin langzamerhand ingespeeld. Het laatste staatsbezoek van 1974 gold Helsinki, hoofdstad van Finland, waar president Kekkonen de lopers had laten uitleggen. Een vriendelijke, doch beheerste ontvangst. Zo is het volkskarakter per natie af te lezen aan de wijze waarop men zijn gasten welkom heet. Stromende regen in Lapland. Maar dat heeft de koningin en de prins er niet van kunnen weerhouden uitgebreid te bekijken hoe het huishouden er in een lappenhut uitziet.
soldaat. Hartelijk dank voor uw ontvangst. Woorden van gelijke strekking uit de mond van de vorstin in Boekarest. De Roemenen vanwege de ijzeren gordijnsituatie, toch al niet te zeer verwend op het gebied van koningen en koninginnen, hebben er werkelijk alles aan gedaan om er een goed feest van te maken. Groot enthousiasme langs de route, met zelfs volksdansen aan de kant van de weg. Een hartelijk, spontaan gebeuren. Een werkelijk enorm kleurrijke ontvangst viel het koninklijk paar ten deel tijdens de reis naar Senegal. Het bezoek was een uitvloeisel van de reis die president Senghor tevoren aan ons land bracht. Het bezoek aan het Museum voor Afrikaanse Kunst vormde een van de vele hoogtepunten tijdens de reis naar Senegal. Gefascineerd bekeken de Hollandse gasten de unieke verzameling kunstvoorwerpen. Tekst en uitleg kreeg de koningin van de president zelf. Het bezoek bleef niet beperkt tot de hoofdstad Dakar. Er werd een tocht naar het noorden gemaakt waar vrolijke dansen werden uitgevoerd. De schoolkinderen hadden al dagen geoefend om met vlaggetjes te zwaaien. En verder viel er veel te zien op het gebied van de weefkunst. Werd er nog een wandeling in de omgeving gemaakt om van het landschap te genieten. Ten slotte werd er gewinkeld, want voor de kinderen thuis moet je toch iets meebrengen van zo'n reis. Dat gebeurde in het dorpje Soumbedoun, waar de koningin het niet over haar hart kon krijgen om af te dingen bij haar aankopen. De koningin zelf kreeg een prachtig geschenk, een antieke koningsketting van puur goud. Aan de reizen komt langzamerhand een eind. Aan dit verhaal dus ook. Besluiten we met het staatsbezoek van de koningin en de prins aan de jonge staat Suriname. Weliswaar niet het laatste, want dat was in Tanzania vorig jaar. Maar het bezoek aan onze voormalige rijksgenoten is wel een van de meest indrukwekkende geworden. Koningin Juliana was ook het allereerste staatshoofd dat men in Paramaribo wenste te ontvangen. We'll be right back.
Wat de procedure rond staatsbezoeken betreft is het zo dat staatshoofden die ons land bezoeken, en dat waren er in de regeringsperiode van Juliana 35, met een uitnodiging voor een tegenbezoek komen. Koningin en de regering samen bespreken dan de mogelijkheid en de wenselijkheid van zo'n tegenbezoek. Wat Suriname betreft werd de uitnodiging graag geaccepteerd. En president Verrier vond het plezierig zijn eigen vroegere koningin te mogen begeleiden. Ook al liep er even iets mis toen het niet duidelijk werd aan welke kant zijn vorstelijke gast zou uitstappen. Maar goed, wie jong is moet nog veel leren. Een innig grote wens van Juliana ging in vervulling. Per helikopter ging zij samen met de prins naar het dorpje Kualama Semuto aan de Braziliaanse grens om daar de 300 leden van de stam Trio-Indianen te begroeten die daar in eenzame afzondering leven. En tot grote verrassing zongen de jonge Indiaantjes, zoals je gehoord hebt, hun gasten in een soort van Nederlands toe. Speciaal voor dit bezoek werden pijl- en boogwedstrijden gehouden. Er moest worden geschoten op een klein poppetje dat aan een hoge mast was bevestigd. En de winnaars kregen van de koningin een prijsje. Zullen we maar applaus geven voor het halen van die prijs? Kom ja. Zingende kinderen, dansende mensen, bloemen en geschenken. Het hoort er allemaal bij. Met al haar hartelijkheid en spontaniteit heeft koningin Juliana samen met haar man een groot deel van de wereld de goodwill geschonken waarover zij sprak in het Amerikaanse congres. Bij alle dank daarvoor lijkt een handdruk alleszins op zijn plaats. Kunt u nu kijken.